Ze hebben een imposante lijst met optredens opgebouwd. Je kunt rustig zeggen dat ze all over the world hebben opgetreden. Waarbij ze soms twee heel verschillende werelden prachtig met elkaar in kennis maken. Het optreden met de wereldberoemde DJ Armin van Buuren is daar een heel mooi voorbeeld van. We zijn dan ook super trots, dames en heren, dat wij hier vanavond in Groningen hebben de drum en show van varen, Advendo Snake. Met de specifieke Advendo sound maken ze van iedere optreden, samen met u natuurlijk, een feestje. Ja. Het WNC heeft in deze club twee prachtige gouden medailles op en natuurlijk één met onderscheiding. Dan nu de show. Het gaat over bravoure, jeugdig enthousiasme en soms toch de vraag of het allemaal wel goed genoeg is. Wie herkent dat niet? Advendo laat zien dat je het beste uit jezelf haalt door jezelf te durven zijn. Niet gericht op een vast thema, maar natuurlijk wel op de beleving van de muziek. Ja. Advendo, met het beste van zichzelf. Onder leiding van, en luistert u goed, Tambo Berger, Remco Veldhuizen, brengen ze Best You Can Be. Ja. 1, 2, 3, 4. Thank you.
De afgelopen 15 minuten, dames en heren, hebben we wederom gekeken en geluisterd naar zo'n echte Adventshow. Snelle formatiewisselingen, herkenbare muziek en natuurlijk dat allemaal voorafgegaan door Remco Veldhuizen. Dus,
En jouw naam. Een mooi moment dat dit gaat volgens mij niet komen. Fijn dat jullie er zijn en ik wens jullie heel veel geluk samen. Geniet van het leven met elkaar, want het gaat ongetwijfeld lukken. En dan ga ik u bedanken voor uw enthousiaste en uw applaus. En ik hoop dat u nog een hele fijne dag toe heeft. Remco, bedankt jongen. En je hebt het over. Wil je dat zeggen? Ja, kort. Ja, dames en heren, voor mij een moeilijk moment, maar dat gaan jullie wel horen, zo langzamerhand. Aan de andere kant een heel makkelijk moment, waar je ziet waar het om gaat in het leven, dan is het wel hetgeen wat hier aan mijn zijde staat. Ik wil jullie als publiek ontzettend bedanken. En, graag gedaan. Het korps is een puzzel even een klein plezierje gegeven en ook heel hartelijk bedankt. Naast dit is er in het leven voor mij nog iets wat nog waardevol is. En dat heb ik hier ook niet onthouden. Ja, ik het mooiste van mezelf zou ik hier willen geven. En het allermooiste van mezelf is iets waardoor ik hier uiteindelijk volgens mij ook sta. Ik ben van kleins maar opgegroeid als christenjongen. En het belangrijkste in mijn leven is ook Jezus geweest. En dat wou ik jullie niet onthouden. Dat is voor mij het allermooiste avond geweest. Oh. Dat is voor mij het mooiste geweest. En er is van 2 weken geleden heb ik een appje gekregen. En heb je wat zou je doen als je wist dat Jezus morgen terugkwam? En toen heb ik heel hard bij mezelf nagedacht. En dat was een confronterend iets. Want dat betekent dat ik jullie misschien iets moet houden heb. Wat ik veel eerder had, wat veel vaker had kunnen doen en moeten doen. En dat is vertellen van Jezus. En dat is voor mij het allerbelangrijkste in het leven. Buiten de wereld. En dat kan ik jullie moeten houden. Dank jullie wel.
tweeën.